Jawel, jawel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van POB The Judgment. Hier naast mij Tim Beumers, MC Excellent, bedenker van en host van The Punch Out Battles. En natuurlijk Kimo, ons gastjurylid Jason Bourne en ik ben Brainpower. We gaan het vandaag hebben over de battle tussen Taser en Fiction. Fiction, de Vlaamse MC die van Engels naar Nederlands is overgestapt. En Taser natuurlijk de man die gegroeid is van iemand die regelmatig de missie ging tot iemand die eigenlijk helemaal niet meer choked. Dus dit was een interessante battle. Awesome. En dan begin ik vandaag bij Kimo. Wat was jouw mening over deze battle tussen deze twee heren? Ik vond dit misschien wel een van de doopste battles van de dag. Ja. De een na doopste. Mm-hmm. En ja, Taser, weet je, hij is on point, man. Hij is uit zijn depressietje, zijn choke depressietje geraakt. Zeker. En hij heeft het ook vastgehouden. En dat laat hij nu keer op keer zien. Shout-out naar Taser. Dus shout-out naar Taser. Hij had wat nice lines. Ik vond die Dombo, Disney, die was okéig. Hij had een heel klein stambeltje ergens in het begin. Maar ja, hij is er gewoon, man. Ik vond hem nice. Hij had het over dat hij zijn moeder neukt natuurlijk. Weet je wel, was een tegenstander. Uiteraard. Ik vraag zelfs je vader of hij opschuift. Dat vond ik wel een mooie. Dat zag ik wel voor me zo van. Weet je. Dat, ja, die was nice. Yeah. En ook Fiction. Fiction komt in het Nederlands heel hard. Ik denk dat hij technisch gezien misschien wel de sterkste deelnemer is die we vandaag hebben gehad. Fiction. Ja, toppertje. Dat is ook misschien soms zijn valkuil. Want bij hem zit het zo ingewikkeld in elkaar en floot iets zo snel eruit. Dat toch wel een gedeelte van zijn bars over de hoofden van het publiek heen gaan, denk ik. Ja. Dat voor mij ook. Ik zit ook nog te verken, wat zegt hij eigenlijk? En dan is hij alweer met een volgende scheme bezig. Dus dat is een soort fine-tuning die ik denk dat hij nog in zijn stijl kan gooien, waardoor hij nog beter uit de verf komt. Ja, schema's, techniek, bars. Allemaal wel. Ik vond ze alle twee nice, man. Alle twee nice. Ja. Jason. Fictie, ja, die rijmt en floot goed. Het een line klappen, applaus, felicitaties. Vind ik een beetje played-out. Ja, waren het wel degelijke pogingen? Ja, maar het degelijke pogingen. Zit een beetje eraf bij. Hij had een, Insano cel gemaakt. Line die was wel leuk. Cel gedeeld, dacht ik. Of iets met Insano cel gemaakt of cel gedeeld. Was wel origineel. Hij had een net niet kloppende Jode-lines volgens mij. Volgens mij, ja. Goeie was een vergelijking, maar het kan net zo goed een mening zijn. Het moet wel zeg maar een. Moet zeg maar wel meer richting de feit zijn. Het moet een sluitend feit zijn voor jou, ja, als die bar wil kloppen. Ja. Ja. Het kan ook net zo goed zijn mening zijn. Ja. Waar heb je het dan over? Ja, gewoon, dat dan, nee, ja, had gewoon een mening over jou. Nee, maar hij maakte daarvan een woordspeling, denk ik. En dan moet het wel kloppen, vind ik. Ja, jij bedoelt een bar moet sluitend zijn in een feitelijk iets en niet in een mening van iemand. Ja. Ja. Want anders kan je een bar maken aan de hand van je mening. En dan klopt het altijd voor jou, maar niet voor anderen. Ja, ja, ja. Loop goed door, float goed door. Had een shockfactor met. Ja, die Frankenstein. Frankenstein. Ja, die was goed. Van wie kwam die nou? Die van Fiction. Fiction ja, kwam met ik de hele. Ik heb die zomaar aan Taser zijn kant. Ik dacht al, hè, die is toch gewoon. Nee, maar dat was een lang stuk. Ja, dat is mijn favoriete Fiction. Ja, als hij een soort van vier bar scheme gooit. Die stacked op stacked en dan op een punch eindigen. Dat je denkt van, dat je hem ook gelijk. Hij is zeg maar diep ver gezocht. Maar je vat hem gelijk. Ja, dus hij de limit waar hij goed kan. Ja. Maar het waren er meer dan vier. Het was echt een stuk van 6 of 8 bars. Ja, ja man. Was dope. Dat was lang. Ja. Dat was meer dan een degelijke poging. Dat was goed geland. Jawel. Ja, ja, dat zei ik ook van. Dat hij goed was. Zeker. Twee keer. Hij zei iets met. Je hebt twee kanten van verhaal als een schizofreen. Snap je die? Ik snap die niet. Ja, hij bedoelde gespleten persoonlijkheid en dan bedoelde hij van je hebt twee personen en dan maakte hij dan twee verhalen van het slaat nergens op, maar dat bedoelde hij. Ja, maar het was een oké bar, het was een degelijke poging. Het was niet sluitend. Ja, nee, maar dan zag hij dat wij dat niet snappen, maar ik snap hem niet omdat hij het slecht verwoordt. Ja, ik snap je bedoelt. Ja, dat klopt niet. Ja. Maar het was een ondegelijke poging. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik vind het scherp man, Jason. Mensen komen niet zomaar langs Jason Bourne. Ja, ik had bij Taser het goede. Fictie, woordspelingen, non-fictie, Pulp Fiction, Travolta, bla bla bla. Ja, die Pulp Fiction was tof. Die Pulp Fiction stuk was ik miste wel zijn replies, heeft hij wel eens in zijn battle, dacht ik. Dat miste ik wel. Leuke schema's had hij, Crazy S schema had hij leuk aangepakt. Over realiteit dat hij
Ik denk bij de battle had Nick Veen volgens mij klappen gekregen of wat dan ook. Ik weet niet of het klopt, maar had hij leuk aangepakt. Hij heeft ook wel eens schema's dat hij one-liners heeft. Ja. En die op elkaar rijmen. Ja. Dat is wel een goede stijl, vind ik. Want dan hoeven de one-liners ervoor hoeven niet echt sterk te zijn als je eindpunchline maar goed aankomt. Ja. Rijm en flow heeft hij goed. En dat was het. Oké. Duidelijk. Excellent. Ja, dit was voor mij toch wel de doopste battle van de dag. Gewoon op technisch gebied. Gewoon op technisch vlak gewoon was het de doopste battle. Hoeft niet per se de doopste te zijn qua jokes of whatever. Maar gewoon als je rijmtechnisch kijkt en bartechnisch qua constructie en alles, was dit gewoon wel de battle van de dag, vind ik. En ook dat ze aan elkaar gewaagd waren, ook dat nog. Want ik kon niet eens direct een winnaar eruit halen op dat moment, man. Toen die battle was afgelopen, had ik echt iets van, oké, maar wie heeft nu gewonnen? I don't know. Ja. Weet je, ik was heel close aan elkaar. Allebei gewoon top, man. Waarvoor ik Fixie echt veel credit ga geven, is het feit dat hij personals is gaan gebruiken. Zijn motto tussen haakjes was altijd van, ja, ik gebruik geen personals. Ik kom gewoon met random punchlines en shit, weet je. Nou, ik weet niet meer precies wie het zei in de judgment vorige keer of zo, maar het was gewoon van, ja, probeer eens een keer personals te doen. Hij heeft het gedaan en het werkte goed voor hem. Want hij is ook iemand, dat merk ik ook op, dat hij luistert heel goed naar de kritiek en doet er iets meteen, mee. Hij heeft meteen verwerkt, hij heeft het meteen erin gezet. Maar ook bij de theaterrondes en daarna heeft hij naar heel veel dingen geluisterd, het verwerkt. En hij wordt eigenlijk alleen maar beter. Deze performance was gewoon, in mijn opinie, gewoon vele malen beter dan zijn performance hiervoor. Ja. Weet je, waar de crowd gewoon heel veel sliep op lines. En hij omdat heeft talent, het man. Te ver gegrepen was en overhoofden ging of gewoon niet hitten of whatever. Ja. Ja, nu was hij gewoon aan, man. En hij heeft nog heel veel rek. Aan, ik denk dat hij nog heel erg te groeien. Bij hem is het echt deze timing. Deze Fiction man. Moet gewoon personals blijven gebruiken en zijn shit. Hij hoeft niet één en al personals te gooien, maar gebruik ze ook. Mm-hmm. Want hij was een soort van, tegen personals of zo, I don't know. Mm. Maar gebruik ze gewoon niet. Hij heeft het nu wel gedaan. En het fit zijn stijl gewoon. Dus hij moet gewoon personals blijven gebruiken, vind ik. En dan gaat het goed komen, man. Zeker. En Taser, een Taser die niet choked is dodelijk. Ik zeg het altijd en ik blijf het zeggen. Ja, absoluut. Dit was gewoon een fire-ass matchup, dit, man. Dope. Ja, die energie was tof. Allebei. Ja, pet zeker. Van allebei, man. Fucking dope. Shout-out naar Fiction voor de line over mij. Oh ja. Ja, die laatste die hij nog in het... Die nog even doorheen gooit. Ja, toch? Met een dis naar de rest van de leden, toch? It's all good, man. Nou, hij gooide een stuk op een gegeven moment. Dat hoor ik dan weer niet. Over dat we niet on point waren als jury de laatste keer. Was dit een stukje dat jij gekozen dat jullie hem niet helemaal begrepen. Had opgevolgd? Of was dit een ander stukje dat we allemaal kut waren? Volgens mij waren we allemaal kut. Dus maar we hebben allemaal één keer gehad en jij twee keer. Oké, cool. Nee, dat vind ik ook leuk. Ik hou ervan als mensen gewoon zeggen van, hé, maar jullie waren echt fucked up. Ik heb geen idee dat we verkeerd hebben gedaan, maar... It's all good, man. It's all good. Dat vind ik ook, maar zeg gewoon lekker wat op je uit ligt. Dat is cool. Maar weet je wat ik verhoud? En dat zijn altijd mijn paar persoonlijke favoriete dingen. Als woorden gewoon strak rijmen. Op een gegeven moment zei Fiction van, jij bent degene die de zeep opraapt, eindigt met zijn reet vol zaad. Yeah. En dat Taser volgens mij tegen Fiction zegt, je achterlikke, blanke, dikke kankerflikker. Gewoon, daarom zeg ik, technisch waren ze allebei fire. Ja, was op level. Ik allebei waren van fire. Level, allebei ik hou van hoe die, gewoon jij achterlikke, blanke, dikke kankerflikker. Rhymes and delivery. Het gewoon, rhymes and delivery. Weet je, als iets zo strak rijmt, je wil het gewoon herhalen. Strak rijmen, ik heb daar nooit iets over gehoord, maar strak rijmen, wat is ik wil straks gewoon in de metro stappen en dat gewoon tegen iemand schreeuwen, bij wijze van spreken. Doe dat nou maar niet, Tim. Okay. Nee, maar ook dingen zijn ook deze van, je paardenkop, heb je mascara op, weet je, dat was er nog zo en ik dacht van, is het gewoon... Nee, maar weet je, textueel, technisch was het gewoon echt op level, man. Ja man. Ik vond ze echt... Dat vond ik echt de eerste... De meest technische battle van heel de dag gewoon, ja, for real. Ja, for absoluut. Ik moet nog één keer noemen, want ik denk echt Fiction, weet je. Zoals vorige keer, hij denkt misschien dat wij dingen niet horen. Ik wil zijn skills niet downplayen. Ik hoor dat hij heel technisch is. Mm. En hij heeft lines, maar ze komen gewoon soms niet altijd aan. Mm. Omdat het gewoon soms niet altijd? Ja, omdat hij gewoon door is. Dus een dubbele ontkenning, dat klopt niet. Het scheelt voor mij naar taalnaties aan tafel. Maar hij is, als hij gewoon zijn timing... Zeg wat? Als hij zijn timing... Hij zei dat je een nazi was. Als hij zijn timing iets beter doet, dus maar heel even dat mensen hem kunnen beseffen. Mensen zeggen altijd, besef de punchline. Geef mensen dan ook de ruimte om je punchlines te beseffen. Maar en dan dat... zit bij hem groei. Okay. Dat kan nog. Ik wil nog één stukje aankaarten. Het stuk waarop Taser ging zeggen dat hij eigenlijk Fiction wou versieren. Omdat hij dacht dat hij een chick was en dat hij van de achterkant keek en dat hij best wel dikke billen had. En dat hij dacht van, ben je nou een meisje? Ik zou je best wel neuken als ik een broek heb. En dat de brano op de achtergrond zo stond.
Ga die shit terugkijken. Hij is de hele tijd in die scheme. En die Brown is dat de hele tijd zo net. Ik vond het mooi. We kunnen beelden terughalen, man. Ja, laten we even terughalen dat moment. Ja? Okay. Ja. Want toen ik jou voor het eerst zag, dacht ik... Sexy. Jij gaat met mij mee naar huis. Want ik dacht dat je een chickie was. Omdat je tiddies had, je reed ook best wel biggie was. Lelijke vissie, ach, waar maakt mij het ook uit? Ik hoorde dat je naam fictie was. Je spitten kwam en op een missie was. Hij stapte op stage en hij maakte geluid. Maar ik dacht nog steeds dat het een chickie was. Dus hoe dacht je nou hier vandaag de winter gaan vieren? Als ik je onder de naam man in mijn telefoon heb staan voordat ik je begin te versieren. Ja, dat was dus dat ik bedoelde gaan. En dat, ik zat alleen naar haar te kijken. Ze zat van, nou, je kan hier niet gaan, man. Je kan... En het was niet één bar, het waren er echt veel. Ja, ja, dat maakte het op een gegeven moment. Het was een hele scheme gewoon. Het was een hele scheme over hoe hij verliefd was op fiction, totdat hij zag dat hij een man was. Ja. Yes, sir. All right. Wat hij vrijwillig heeft geschreven. Ja. Ik denk dat we de handrem op Tim moeten gooien, want... Nou ja, Tim ziet het allemaal voor zich. Deze versus fiction. Had jij nog wat te melden, of niet? Meestal niet. Hey, had jij nog wat te melden? Hij was een open battle. Ik bedoel, nee, ja precies. Shout-out naar beide heren. Sowieso. Ja, ja man. Oké, we gaan naar de cijfers. Taser versus fiction. Tim. Ik geef ze allebei een 8,3, man. Okay. Ik ga niet kiezen, man. Okay. Ik vond ze echt allebei echt gewaagd van elkaar. Top. Ik vond ze allebei goed. Duidelijk. Excellent. Gewoon uit waardering voor de technische hoogstandjes die ze hebben neergelegd vandaag, geef ik ze gewoon allebei een 9. Fuck you mean, boy. Ja, man. Had ik 9 van excellent. Yeah. Neo echt. Ja, vriend. Echt? Ja. En een Neo van Jason. Hij gaat weer een 5 geven. Nee, nee, nee. Twee keer 9. Ja. Timo. Met wie beginnen we? Deze. Maakt niet uit, als je hetzelfde zei. Ik vond beide mannen echt A-game brengen. Ik vond fiction technisch misschien iets beter. Mm. Maar ik vond weer de punches van Taser beter landen. En dat vind ik in een battle belangrijk. Zeker. Ik geef Taser een 8. Een mooie ronde 8. Mooie ronde. En Taser, of fiction, krijgt van mij een 7,5. Okay. Dus ik vond Taser net iets beter. Ik geef hem nipt aan Taser. Een half punt is niet nipt, vind ik. Eerst fiction of eerst Taser? Eerst Taser, dan fiction. Jason Bourne cijfers. Taser geef ik een 6,9. Fiction een 6,5. Cijfernatie! Taalnatie. Cijfernatie. Never Nazi, man. Nazis. F y'all. Oké. Mijn cijfer is een vraagteken en een uitroepteken. Nee. We zijn zometeen terug met de gemiddelde. En een punt, komma. Een punt, komma. En hier dan de cijfers voor Taser versus Fiction. Taser eindigt met een mooie ronde 8. En Fiction helaas net iets onder een 8 met een 7,8. En dat waren de cijfers en de meningen van onze professionele jury. Dat zijn natuurlijk niet de enige factoren die bepalen wie er wint. Houd in de gaten, breng je stem uit, word lid van dit kanaal. Dan mis je absoluut helemaal 0,0. En we zijn snel bij je terug met weer een nieuwe judgment van Punch Out Battles. Bedankt voor het kijken. We'll be right back.